Deze woorden zijn geschreven door een wijze oude dichteres. Een oude vrouw die onlangs overleed, Baafje Wezelman. En die haar hele leven alles gebruikt heeft wat God verboden heeft. En die stierf als een wijze oude vrouw. Met deze regels, de wereld is een gekkenhuis, maar gek genoeg voel ik me thuis. En zo willen wij ook met de middelen omgaan. Het thuis voelen in dit gekkenhuis, daar gaat het om. En we hebben daarover geschreven in een nieuwe editie van de Hollandse Drugsbijbel uit je bol. Die daar straks voor jullie allemaal te krijgen is. Maar hier, om van deze geweldige gelegenheid gebruik te maken, willen wij het eerste exemplaar overhandigen aan iemand die de brug tussen de hippies en de punks gebouwd heeft en die laat zien dat de vrije geest niet generatiegebonden was, niet iets van de 60's, maar dat in iedere generatie de vrije geest voorkomt. En Def B is een stem die de jeugd die na ons gekomen is altijd bevrucht heeft met fantastische ideeën. Een groot dichter onder meer. En een wijze man. En we zijn er super blij om dat hij het eerste exemplaar van dit gevaarlijke boek, het kan zijn carrière in gevaar brengen, wil in ontvangst nemen. Hey Pascal! Ik vind het een eer dat ik dit boek in ontvangst mag nemen. Ik denk dat een hoop jonge mensen geven het in een leeftijd komen dat je geïnteresseerd raakt in drugs. En dan wil je er dingen over weten. En je kan boeken lenen of kopen over drugs, maar het is meestal geschreven door mensen die er zelf geen enkele gebruikservaring mee hebben. En wat dit boek uniek maakt, is dat het is niet belerend, het is niet anti, het is ook niet pro, het is gewoon een boek wat heel sec beschrijft welke drugs wat doet. En deze heren hebben het gewoon allemaal geprobeerd en dat maakt dit boek gewoon voor mij heel uniek. En toen ik heel veel dingen wou weten en ik op dit boek stuitte, dacht ik van, beter dan dit wordt het niet, want er waren een hoop drugs waarvan ik wel veel wou weten, maar niet per se wou proberen. En dit heb ik ook allemaal van dit boek geleerd. Dus ik vind het heel mooi dat ik nu dan een soort herziene uitgave in ontvangst mag nemen. En iedereen die op een goede manier wat over drugs wil weten, kan ik dit boek aanraden. Dus, dankjewel bij deze.